De particuliere lijnbushoudersorganisatie PLO hanteert vanaf vanmorgen nieuwe tarieven voor alle busroutes. Dit terwijl de overheid geen nieuwe bustarieven heeft bekrachtigd. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme bevestigt dat er met de PLO nieuwe tarieven zijn vastgesteld, maar dat de ingangsdatum nog niet is bepaald. Het ministerie van Financiën en Planning moet eerst goedkeuring geven aan het besluit van de overheid om 3,50 SRD per busrit te gaan subsidiëren. Pas dan gaan de tarieven officieel in. Het ministerie zal hard optreden tegen bushouders die nu al de verhoogde tarieven vragen aan passagiers. Ja, het is afkeurenswaardig. We hebben daarom een communiqué dat erdoor uitgaat. En we vragen niet alleen onze interne controle zullen wij opvoeren of richting bussen. Maar ook vragen we de gemeenschap om te appen of te sms'en met het nummer dat in het communiqué staat. Dat wij dus van hun ook de medewerking vragen. Het is niet hun verantwoordelijkheid, ik noem het een medewerking. Omdat ook wij vanuit de overheid niet alle middelen op dit moment hebben om dat allemaal afdoende te controleren één keer. En vandaar dus de oproep. Want dat is niet wat is afgesproken, dat formeel. En dat is dus ook kunnen wij ook niet toestaan. En het nummer waarop ze dus kunnen appen of sms'en is dus 895-0991. 895-0991 nogmaals. Dus dat is de stand van zaken. En we zijn natuurlijk op speaking term met de PLO. Maar dit is afkeurenswaardig. Minister Jubitana zegt dat bustarieven slechts gewijzigd kunnen worden als de Raad van Ministers daar goedkeuring aan geeft. PLO-voorzitter John Mahadeo Singh merkt op dat er duidelijk is meegedeeld aan de bewindsman waarom de PLO de nieuwe tarieven vanaf vandaag hanteert. Wij hebben overeenkomst bereikt met het ministerie. Het was alleen maar bij de president die het goed moest keuren. Het is toen goedgekeurd. Hij wachtte toen op groen licht van financiën. Om te kijken of de compensatie wat er uitbetaald moest worden aan de bushouders, of dat haalbaar was. Maar terwijl wij wachten en wij de afspraak hebben met de president, dat we binnen een paar uren, daar praat ik over afgelopen woensdag. We wachten en we blijven wachten. Afgelopen zaterdag is er een organisatie uitgenodigd, waarbij de president uitvoerig bekend heeft gemaakt aan de organisatie, wat de tarieven zullen zijn. Dat betekent dat wij dan overgeslagen zijn en dat hij de prijs al bekend heeft gemaakt. Dus het rest ons alleen maar om de tarieven nu bekend te maken wat we overeen zijn gekomen met het ministerie. Dus het moet niet zo overkomen alsof men doet als een nosebloed. PLO-voorzitter zegt dat beide partijen alle informatie hebben. Het enige dat nog moest gebeuren is dat er groen licht vanuit de president of het ministerie van Financiën en Planning moet komen voor de compensatie. Over de tarieven is er geen discussie nodig omdat er al afspraken zijn gemaakt met Mahadeo Singh. Hij benadrukt dat de chauffeurs niet konden wachten en dat de olieprijzen in het weekend in alle stilte zijn gestegen.